What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping into the next part of our disaster year, 1672, episode 3-7, part 2, coming at us from Mikhail. I definitely appreciate all of you guys out there that are following along and learning a little something with me. Let's jump in. Let's finish this episode off. Let's see what we got. On sait par les archives que la guerre contre la Hollande, elle est déjà décidée en 1670. La déclaration de guerre se fait en 72, mais les historiens savent qu'en 70, l'état-major de Louis XIV a déjà décidé d'aller envahir la Hollande. Dus ja, ze besluiten eigenlijk met dat verdrag van Dover samen om de Republiek aan te vallen. En het knappe is dat ze dat verdrag geheim hebben weten te houden. Echt geheim. Het is ook de Secret Treaty of Dover. Want meer dan 100 jaar lang heeft niemand geweten dat het verdrag is gesloten. Pas in de 18e eeuw maakt een historicus dit bekend. Dus nooit heeft iemand geweten dat zij samen dit hebben afgesproken. En Pieter de Groot kan zich gewoon niet voorstellen dat het gaat gebeuren eigenlijk terwijl hij het ziet. Hij ziet gewoon de soldaten marcheren. Hij is bij een troepeninspectie van Lodewijk XIV in Noord-Frankrijk. Dan zegt hij, nou, het ziet er goed uit. Het zou zonde zijn als die soldaten gewond raken of verminkt raken. Maar hij schrijft ook in diezelfde brief, ja, ik heb verder niks te melden. Want er wordt hier gewoon een beetje gefeest aan het hof, er wordt luxe gedineerd. Hij heeft niet door dat op datzelfde moment Lodewijk XIV met Duitse vorsten en met Zweden aan het onderhandelen is over die oorlog. Hoe zij die andere vorsten zich zullen gedragen. Hier op de brief shady hebben we aan closed doors. 30 december 1671 en dat is in het handschrift van Johan de Witt. Johan de Witt schrijft het ook aan Pieter de Groot in antwoord op deze brieven van ik kan niet geloven dat dit echt waar is. Dat Engeland en Frankrijk bijvoorbeeld samen zullen gaan optreden. Et sur cette gravure, en fait, on voit le roi, c'est dit là, hein, donc c'est l'exercice et attaque faite aux forces Saint-Sébastien en présence de leur majesté. Donc on a le roi, la famille royale qui est représentée au premier plan. Donc on montre un exercice, c'est comme si on filmait la pratique de l'exercice. Le fort Saint-Sébastien, c'est aussi une vitrine de cette pratique militaire et de cette puissance militaire. Et les exercices sont toujours faits en présence de la cour, des diplomates français et étrangers. C'est-à-dire que c'est un espèce de grand spectacle qui est organisé pour montrer la technicité, l'habileté des troupes françaises. Je pense que les diplomates qui sont choisis pour assister à ce spectacle-là sont rigoureusement choisis, d'abord parce qu'ils sont en paix avec la France, mais sont peut-être aussi rigoureusement choisis pour leur capacité à aller informer le reste des cours étrangères de ce qui se prépare, en se demandant qui va bien pouvoir être destinataire d'une telle préparation. Tout le monde se doute que c'est la Hollande. Gedurende 1671 begonnen toch wel berichten door te dringen dat het Frankrijk ernst was. Er werden soldaten geworven tot in Italië toe. Nou, Frankrijk had de grootste bevolking van heel Europa. Als ze zelfs buiten Frankrijk gaan werven, dan ben je ambitieus. Yeah, very ambitious. Dus er wordt geworven voor een. You want to make something happen. Nou, er kwamen berichten over dat er in Keulen depots werden aangelegd met wapens erin door Fransen. Er kwamen Franse broodbakkers die kwamen het bisdom Keulen. Because you can't have war without bread. Die kochten allemaal dingen in om op grote schaal stokbroden te kunnen gaan bakken. Especially when you're from over there, where you got real bread. Nou, sommige mensen zeiden van ja, nou, mogelijk komt daar straks het Franse leger voorbij. Op het binnenhof ruzieën de regenten eindeloos hoe de dreigende oorlog af te wenden. Maar het volk wil geen debatten, het eist daden. Onder leiding van een echte leider, een prins van Oranje. Man's a whole armory full of weapons. Jesus. Ancient weapons.
Die republiek wordt eigenlijk bestuurd door allemaal gewesten. En het leger was eigenlijk hetzelfde opgebouwd. Het enige aspect wat eenheid bracht in dat leger, dat was de kapitein-generaal. That's awesome. The Bushelfs. Dus Prins Maurits, later Frederik Hendrik. En dat waren de stadhouders en tevens kapitein-generaal van het staatsleger. En die brachten eenheid in dat leger. En continuïteit. Op het moment dat Willem II overlijdt, dan zien we dat in 1650... de bestuurders van Nederland op een gegeven moment zeggen, weet je wat, we doen het zonder stadhouder. En die kapitein-generaal, die schrappen we ook gelijk. En dat is eigenlijk een bezuiniging. En dan zeggen ze eigenlijk tegen het leger, jullie kunnen het zonder kapitein-generaal wel doen. En dat moet je eigenlijk vergelijken met het Nederlands elftal vandaag de dag. Dan we ineens zeggen, de bondscoach, die bezuinigen we weg. En je zegt tegen de voetballers, daar is het net. Jullie weten hoe je de bal erin moet trappen. Succes, dat lukt wel. En dat hebben we eigenlijk tussen 1650 en 1672 hebben we op die manier geopereerd met het leger. Johan de Witt wilde natuurlijk niet dat een Oranje het leger ging leiden. Maar hij had ook goede argumenten. Want Willem III had nog nooit een leger geleid. En als er zo'n gigantisch leger, 120.000 man op je afkomt, wil je alsjeblieft wel een ervaren legeroverste hebben. Maar dan had je de Orangisten. En die zwoeren bij hun kampioen, de Prins van Oranje. Om de gemoederen te bedaren, ziet Johan de Witt zich genoodzaakt Willem III aan te stellen als kapitein-generaal. Aanhangers van de prins vieren het uitbundig. Er is een feestmaal, er is vuurwerk. Hun held wordt legerleider. En dus, terwijl Oranje een beetje begint na te denken hoe je dat moet aanpakken, heeft nul ervaring, heeft heel weinig soldaten, terwijl Louis XIV zelf op het slagveld heeft gestaan, de beste legerleiders heeft ter wereld, Turenne, de Luxembourg, de Grand Condé en zo verder. Namen als klokken. Ja, stelt dat Nederlandse, dat Republikeinse leger niet veel voor. Maar Louis neemt zich voor dat dit de oorlog moet worden die Lebrun op de zoldering van Versailles zal mogen schilderen. Alors nous entrons ici dans la Galerie des Glaces, certainement le lieu le plus symbolique du château royal de Versailles, qui est un lieu mythique ici en France. Et nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler la première propagande historique de Louis XIV, mais aussi de toute l'histoire de France, puisque toute cette iconographie a pour but de rappeler la Grande Guerre de Hollande. En dat moet dus een glorieuze veroveringstocht worden. Met andere woorden, hij is niet bezig met militaire strategie. Hij is bezig met hoe kan ik hier zo mooi, zo groots mogelijk uitkomen. Eind maart 1672 verklaart Engeland de Nederlandse Republiek officieel de oorlog. Nog geen twee weken later volgen de Fransen. En eind mei nog eens de bisdommen Keulen en Münster. Komt er een trompetter, meneer Pijp, Binnenhof, en dan wordt de oorlogsverklaring wordt voorgelezen. En die oorlogsverklaring gaat over van zijn majesteit is buitengewoon misnoegd over wat de republiek wel niet allemaal heeft gedaan. En dat terwijl Frankrijk Nederland altijd zo heeft gesteund in zijn lange strijd tegen de Spanjaarden. Is dit nou wat wij hebben geoogst? Stank voor dank, dien ten gevolge oorlog. De landmacht, dat was geen partij. You always find a reason. They will. En dus wanneer ze aan die oorlog beginnen, no matter what that reason might be, is dat echt vanuit een attitude van dat is een kwestie van laten we vooral onze gouden vorken en messen meenemen naar ginds, want buiten lekker eten zal er niet veel te beleven vallen. Dat was een beetje de geest waarin ze aan die oorlog begonnen. Okay. Franse officieren, dat zijn, ik moet zeggen, ik vind het een beetje jaren 70 hardrockers met dit soort pruiken. En met allemaal gouddraad in hun kledij. En die stonden echt gewoon een uur voor de spiegel voordat ze op te paard gingen en op die troepenschouw acte de présence gaven. Gewoon om te laten zien van hoe flitsend de Franse adel wel niet
ten tonele kan verschijnen. Bovendien gaat het niet alleen om duizenden en duizenden soldaten, maar gaat het om het hele hof, hè, met al zijn meubilair. En vooral, niet alleen zijn meubilair, maar vooral zijn pracht en praal en de minaressen. Dan zag je gewoon de majesteit in volle omvang. Dit is Frankrijk. Dit is de slagkracht van ons land. Lodewijk die had zijn leger had hij al in een paar jaar eerder beschreven als een ballet van ijzer. En zo zag hij het ook. Een leger is geen tank die alles platwalst. Nee, een leger dat beweegt met gratie. En als het goed wordt geleid, hè, dan kun je in vervoering raken over de manoeuvres. De Nederlandse troepenschouw, dat was een hele andere affaire. Want het Nederlandse leger had al decennia niet echt gevochten. Willem III die zorgde ervoor dat bij Doesburg het veldleger zich verzamelde. En dan moet je dus voorstellen dat heel veel troepen de opdracht kregen om vanuit het hele land naar Doesburg toe te komen, langs de IJssel, en zich daar te verzamelen. En dan wordt er op een gegeven moment een moment gekozen om ook te kijken van nou, uit hoeveel manschappen bestaat dat leger nu. Die compagnieën stonden nog allemaal met naam en toenaam op de rol. Maar sommige soldaten waren al gestorven. Anderen die hadden een ander beroep gekozen, of waren geëmigreerd, of hadden dienst genomen bij de VOC. Dus het was een beetje onduidelijk hoe de verhouding was tussen het papieren leger, dat lag rond de 60.000, wat een heel aanzienlijk aantal is, en het feitelijke leger. En bij de wapenschouw. Everything looks good on paper. Or can be made to look good on paper. Had van zo'n 20.000 man. En dat is ook niet verwonderlijk, want het was vredestijd. 20 jaar van landvrede heb je gehad. De grote oorlogen die hadden plaatsgevonden op zee. Twee decennia van vrede te land had een verschrompeld kabouterlegertje opgeleverd. Ja, Nederland had maar een beperkt aantal inwoners. In verhouding tot onze bevolking moesten we ook onze troepen ergens anders vandaan halen. Want dat kon je niet alleen voor je eigen bevolking doen. You can always find troops. He who has the most money will have troops. Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk goede soldaten. Liefst een beetje veteranen. En geen jonge knullen die nog nooit een musket hebben vastgehouden. Die infanterie, die voetsoldaten, daar bestonden twee soorten van. En dat was de musketier en de piekenier. En die lange piek die kon zelfs 5,5 meter zijn. Tijdens een veldslag dan heeft die piekenier als functie om ook de cavalerie op afstand te houden. Voorwaarts, marsje! Nou, hier hebben we een mooi manuscript waarin deze soldaten ook afgebeeld staan. En hier zien we dus bijvoorbeeld zo'n musketier uit deze periode. En die musketier die was bewapend met een musket. Dus dat was een vroeg vuurwapen. Furket er nog bij, want het musket woog nog 7 kilo. Dus die moest hij nog op die furket steunen. Wat hij nog meer heeft is een bandelier. Dus een schouderband met allemaal kruidmaatjes. En ieder kruidkokertje had een hoeveelheid buskruid voor 1 lading. Dus daar kon je 1 schot mee doen. Een getrainde musketier kon in 2 minuten weer herladen. Maar dat nam dus wel tijd in beslag. 2 minutes. 2 minutes to reload another round. Een gewone lading vanuit kruid. Een long time in war. Kopje erin, stampte je dat aan. En als je hier dus de trekker overhaalde, dan ging de lont in de pan. Krijg je dus een ontsteking van de lading die hierin zit en dan schiet de kogel weg. Van de musket heeft tientallen handelingen voordat je eindelijk zo'n stukje lood kunt wegschieten. Heb je echt professionals voor nodig? Nou, die vind je in het buitenland. Liefst een beetje dicht bij de slagvelden waar net oorlogen zijn geweest en zo. Best bewerkelijk om je leger zomaar uit te breiden. Dus zo kon het zijn dat naast de gewestelijke regimenten we Schotten rond hadden lopen, Franse regimenten,
Deense regimenten, Zwitserse regimenten. Wanneer dat Franse leger aanvalt, is dat niet meer met 50.000 soldaten, zoals een paar jaar tevoren, maar met 120.000 soldaten. Daar stelt die Nederlandse krijgsmacht niets tegenover. Dus vanuit een strategisch oogpunt is het afgelopen. En zal de Republiek helemaal overrompeld worden. En zelfs wanneer Louis XIV uiteindelijk ten strijde zal trekken tegen de Hollanders, tegen Willem, dan zal je zien dat hij niet alleen zijn hele hofhouding meeneemt uit Parijs, maar dat ze in zijn koets niet alleen de koningin bemerken, maar ook Louise de Lavalière, zijn minares, en Athénaïs de Montespan, die de toekomstige minares zal worden. Dus kan je nagaan wanneer ze logeren in Mons of in Charleroi. Dan ja, natuurlijk, het is oorlog. Staat er voor elke deur natuurlijk 's nachts een schildwacht. Behalve voor de deur van Athénaïs de Montespan. Hij gaat daar, hij sluipt er 's nachts naartoe, vermomd als een musketier, en brengt daar de nacht door. Zal dan 's ochtends, zoals hij altijd zijn hele leven gedaan heeft, de laatste momenten van de nacht doorbrengen bij zijn echtgenote. Hoe de man het allemaal voor elkaar krijgt, ik weet het niet. I don't know how you manage that either. En dan begint het no, alsof er niet aan de hand is. That sounds confusing and chaotic. Lodewijk XIV voert een sluwe manoeuvre uit. Hij valt de Republiek niet binnen vanuit het zuiden, Limburg, met Nederlands sterkste vesting Maastricht. Hij maakt een omweg via Duitsland. Op 12 juni 1672 staat de zonnekoning aan de Nederlandse grens bij Lobith aan de Rijn. Hij hoeft alleen nog de rivier over en hij staat midden in de Republiek. Dit is wel ongeveer de plek waar die Lodewijk gestaan heeft. We lopen even iets verder. En als je het goed inbeeldt, kun je bijna ruiken waar hij gestaan heeft. Hier hebben we het beroemde schilderij van Frans van der Meulen. En hier waar Lodewijk staat, dat is deze plek ongeveer. En die keek zo naar Lobith. De Rijn stroomde hier zo onderlangs. Waardoor hij een strategisch uitzicht had op de Rijn en op de vijand. Nou, je moet je voorstellen, die Rijn die ontspringt in Zwitserland. Hè, en die wordt alsmaar groter en groter. En vlak voor dit punt lag Schenkenschans. Dat was het splitsingspunt. En op dat moment stroomde heel veel water door de Waal weg. En de Rijn die kreeg heel weinig water, er zaten zandbanken in, waardoor hier een doorwaadbare plaats was. Men zegt dat een van die plaatselijke boeren dat verraden heeft aan Lodewijk. En die plek aangewezen heeft van, als je wil oversteken, moet je daar oversteken. Dat Franse leger, dat was een heel dorp wat zich verplaatste in die tijd. Tienduizenden mensen waren dat. Er moest voedsel komen, er waren prostituees, er was van alles, de bakken, de slagen. They really traveled heavy. De man zat waarschijnlijk in het gezelschap van ofwel Louis de Lavalière, maar ik hoop voor hem eigenlijk dat het Athénaïs de Montespan was onder de tent. Waarschijnlijk met een prachtig stuk gebraad. Hij at ook heel veel, dus dat moet een tafel geweest, volgestuurd met bergen eten. En dan moet je je voorstellen, ongetwijfeld de koningin zat. Want je eet niet mee met de koning natuurlijk. Je kijkt toe als de koning eet. De koning kijkt naar de troepen die de Rijn oversteken. Het eten staat op tafel. Aan de ene kant de koningin en aan de andere kant Louise de Lavalière en Athénaïs de Montespan. De huidige en de toekomstige minares. Die hele berg was veel minder bebost als nu. Dus je kon nog vanaf de Lobithse kant kon je dat ook allemaal zien. Dus die Lobithenaren en die staatse lieden die waren hartstikke bang. Want die zagen daar een enorm legerkamp wat heel langzaam opgebouwd werd. Willem III, nu aanvoerder van het staatse leger, heeft in allerijl troepen naar de Rijn gestuurd om de oversteek te verhinderen. Friese regime... Can you imagine even just being on the other side of the river? Like legitimately looking up and seeing 120-something thousand people on the other side of the river. If even 50,000, 60,000 would be unbelievable. Like a whole concert marching towards you. Like an outdoor festival concert marching towards you with ill intent. No, I would have been a little bit freaked out too. Nobody wants to see that many people weighing down on them. Regimenten zijn in aantocht, Utrechtse milities, alles wat al onder de wapenen is. De bevolking slaat op de vlucht. Maar er is één stadje dat moedig weerstand biedt. Lobith, met de schutterij bij de toenmalige burcht.
het tolhuis. Die schutters waren gewoon plattelanders die ook verenigingsleven kenden en daardoor ook zelf zo'n schutterij hadden en zich beoefenden in het schieten met geweren en op houten vogels en dat soort dingen. Die schutters die deden het echt in hun broek van angst. Want die dachten, als wij op de vlucht slaan, dan laten we onze vrouw en kinderen achter. Dus ondanks dat ze het in de broek reden, bleven ze toch zitten als enige op dat fort hier. Omdat de Fransen dachten dat die weerstand nul was, gingen al die edelen, die gingen voorop. Die wilden ook wel eens aan Lodewijk laten zien hoe dapper ze waren. En onder aanvoering van prins Condé. En waarom deed hij dat? Want Lodewijk zat hier boven op die berg te kijken natuurlijk. Van eens even kijken wie zich iets voor mij inspant. En daar zijn ook verhalen van dat ook van die edelen wat gesneuveld zijn, die gewoon verdronken zijn. Die daar niet aan gewend waren aan dat soort militaire operaties. Die de overkant helemaal niet gehaald hebben. Vooruit! Mars! Er is één kandidaat en die moet die vogel naar beneden schieten. En zodra die valt, dan wordt hij gehuldigd als koning. Krijgt hij het plechtig, het zilver omgehangen. Dat is een heel kostbaar oud zilver met de oudste schildjes uit 1648. Dus voor hem een heel spannend moment. Ik denk dat dat ongeveer rondom dezelfde tijd geweest is. Toen op 12 juni 1672 die Fransen hier binnenvielen, dat net daarvoor het koningsschieten was geweest. Wie weet is die koningsschutter van toen wel degene die Condé van zijn paard geschoten heeft. That's freaking awesome. And probably a little heavy. De dikke toren van het tolhuis bij Lobith. De trots van de Nederlandse defensie die zal branden door de toren van de zonnekoning. Le passage du Rhin est un moment très important, symbolique du règne de Louis XIV. Le fait que Louis XIV traverse le Rhin est un moment extrêmement important et symbolique pour l'armée française. Et on voit Tolhuis, la tour de Tolhuis, qui est brûlée. Quand Louis XIV décide de faire de Versailles sa résidence principale, il n'a pas de grand axe de circulation. Et la Galerie des Glaces, ce n'est ni plus ni moins que le freeway, la grande autoroute de Versailles, où tout le monde attend la sortie du roi de ses appartements privés au milieu. King's quarters is behind the mirror.
la Galerie des Glaces, il y a plusieurs tableaux qui représentent évidemment la guerre de Hollande et parmi ceux-ci, le passage du Rhin en présence des ennemis. On le voit, c'est inscrit sur les cartouches. Donc là encore, on est dans la propagande de Louis XIV où toutes les personnes qui arrivent ici doivent savoir immédiatement ce qui se passe. On aperçoit l'étendard de Toulouse qui a été pris à droite. Donc on voit vraiment ce personnage qui marque le passage du Rhin avec la victoire de Toulouse. That's a whole lot of planning, a whole lot of effort. Ons kleine land aan drie kanten onder vuur. Om te beginnen van de Engelsen op open zee. Die slag blijft onbeslist. Maar ondertussen vallen Duitse legers binnen vanuit het oosten en de Fransen staan met een gigantisch leger aan de Rijn. Kijk verder hoe de Republiek onder de voet gelopen dreigt te worden. Het Nederlandse volk raakt redeloos, de regering radeloos, het land reddeloos. Het rampjaar 1672 is aangebroken. We have made it to 1672. It's already sounding like it's going to be a damn disaster for sure, but hey, it's good to know about. Things were different back then. Like even just knowing how long it would take to move a force that size or the kind of logistics that it would take food-wise, any kind of anything, things were difficult back then. I wouldn't want to walk across no damn whole country to get somewhere. Not a chance. I wouldn't even want to ride a horse across the country to get somewhere. That's crazy. And you got how many thousands of people together? Moving all on the same target? No, oh, that's crazy, crazy, crazy stuff. It's going to be an interesting next episode for sure. Get over and show Paul H. all the love for the subtitle. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Tell the next one to Miley Combustible. You guys be happy. Have this safe. I love you to the moon and back, baby.